Een hele goede morgen, guys. Jammer dat ik het hier niet zo kan neerzetten. Als je niet zo'n scherpe bocht maakt, zou het nog even kunnen. Aha! Goedemorgen, jongens. Wij zijn onderweg weer naar het andere huis. Aannemen is er al en we gaan vandaag als het goed is starten met de badkamer. Of niet? Ik heb oprecht geen idee. Nessie heeft geen idee. Hij leeft er een beetje langs, zeg maar. Ja, we gaan er nu even naartoe. In de Fiat Cabrio pitjes. We hebben het dakje eraf. Heerlijk. Het is super lekker weer. Wel ietsjes nog frisjes. Maar we forceren die dakjes. Ja, we are enjoying it to the max. Yo, ik zag een keer in de winter iemand met cabrio rijden. Ja, op een snelweg zie je dat ook heel vaak. Dan denk je van, ga je niet dood? Maar het zijn Nederlanders. Nederlanders die vinden kou lekker, denk ik. Want ik zweer het. Die kunnen er tegen. Nee, maar die vinden heel snel iets te warm. Ken je het, zeg maar, als het 17 graden is? Ja, zomer. Superleuk. Go to the beach. I love it. Enjoy your life. Maat. Alles op maat. Nou, goedemiddag jongens. Wij zijn bij de Hornbach. we gaan hier even een paar dingen fixen, zoals verhuisdozen en zo. Want die zijn nu zwaar nodig. Ik moet even hard aan het werk. Nou, daar zijn we dan, guys. Ja. Ja, is gezellig hoor. Dan gaan ze heel veel van dit soort vlogs zien. Ja. Maar ik heb het gevoel alsof ze het wel leuk vinden om naar te kijken. Ja? Let me know in de comments. Gezellig hoor. Ik heb nog nooit zo'n gezellige week, twee weken met jou gehad als nu. Echt waar? Ik vind het zo leuk. Leuk. Onze bezigheden. Kijk, dat is ook wel dit soort dingen. Oh. Voor. Kijk, verhuisdozen. Perfect. Voor een bal. We hebben dus deze kleine auto. Ja, het is geen jeep, jongens. En die verhuisdozen moeten erin. Dus we hebben het afdakje eraf gehaald. Het dakje. Zodat we die doos erin kunnen douwen. Past echt niet. Lukt het? Ik denk best. Zo. Is het? Ja? Hoe zitten we dan met die verhuisdozen? Lekker dakje open. Perfect. Wij zijn thuis. En vandaag heb ik geluk. Want ik ga zo mijn pyjama aandoen. Ik ga lekker op de bank zitten. En Nessim gaat koken. Oeh, ja. Kan je ons even uitleggen wat je gaat maken, Ness? Spinach. Nessim gaat sperrups maken. We hebben sperrups gekocht bij de Turk. En Nessim gaat die maken. En waarschijnlijk gaat hij zo'n gekke video erbij maken. Dus komt helemaal goed. Dus als je een tutorial wil, of als je een kookvideo wil van hoe je sperrups kunt maken, volg hem op TikTok. Hij doet weer zijn brilletje op voor jullie, speciaal voor jullie. Oh, yes. En dan gaat hij weer los. Oh, ik heb trouwens nieuwe oorbellen van Zara. I love them. Ja, het is aan het koken, ja. Veel te laat, ja. Waarschijnlijk gaan we niet eten vandaag, ja. Het moet 2,5 uur in de oven, man. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Wou je net wat zeggen toen ik ging opnemen? Nee, ik wil je napraten. Het is zondag en wij zijn onderweg naar een afspraak. Want we gaan vandaag een haard uitkiezen. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan even naar de showroom. Bij Mountains Flames. Heet het Mountain Flames of Mountain Flame? Even kijken. Ik denk Mountain Flames. Mountains Flame. We hadden het allebei fout. Mountains Flame. En ja, ik neem jullie even mee vandaag. That's it. Dat is een beetje de update. Het is nu ongeveer. Het is nu ongeveer 5 uur. We hebben 5 een afspraak. En daarna lekker koken. Nessie gaat vandaag koken. Wat ga je koken vandaag? Vandaag sperrups maken. Dus we gaan vandaag voor de tweede keer sperrups maken. Maar dit keer ga ik het goed doen. De vorige keer had hij het gemaakt. Het was wel lekker, maar het was iets verbrand aan de achterkant. Iets te droog. Ja, iets te droog. En vandaag gaat hij het perfect maken. Hij heeft ook een andere barbecue saus gekocht. En die is echt heel lekker. Dus dat ga ik ook vandaag voor jullie filmen. Wij zijn nu bij Mountains Flames. En we gaan nu even een haard uitkiezen. Kijk hoe mooi. Vind
Je hebt wel gelijk die warme sfeer. Ja. Ja, zeker. En deze geeft ook echt warmte af. Dat wist ik niet eens dat het kon. Het geeft allemaal warmte af. Oh, echt? Als we die jullie gaan nemen, gaat warmte af. Daar moet het warmte geven. Voor de winter days. Het zijn allemaal, kun je allemaal veranderen qua vlammeffect. Kun je verschillende kleuren op doen. Het geeft warmte af. Het is een dimbaar qua vlammeffect. Allemaal dingen die je kan aanpassen. Daarnaast is het een super realistische 3D beeld. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is wel elektrisch. Het is ook belangrijk dat het realistisch is. Ja, dat was het, alsof het echt is, zeg maar. Ja, en dat is wel. En dan heb je ook een hele mooie kleur genomen. Ja, dat ook. Dat is wat het meest van mij. Kijk, ze hebben dus ook 3D, hè? En dan heb je dus aan de zijkant ook glas. Dat is ook echt heel mooi. Ik weet niet, maar die dunne randen wel echt mooi. Ja, je hebt dus twee verschillende. Je hebt zeg maar zo'n dikke rand. Dat is deze. En je hebt zo'n dunnere rand. En wij gaan toch voor een dunnere rand. Dat vinden wij veel mooier. We hebben een sfeerhaard uitgekozen. Ik ben heel erg blij met onze keuze. Ja. Echt een goede keuze. Box. Box, ouwe. Wij gaan zo lekker wandelen. Deze wil heel wat wandelen opeens. En dat vind ik echt heel erg leuk. Want we hebben echt heel lang niet zoiets samen gedaan tijdens de Ramadan. Overdag doen we eigenlijk alleen maar dit soort afspraken voor het huis de hele tijd. Net zoals ik ook tegen mij, ik kan ook over iets anders praten dan het huis. Maar ik ben er gewoon constant mee bezig. We zijn al 2 dagen hier naar het huis geweest. Nee, we mogen er niet in, want de vloer wordt geëgaliseerd. En dan mag je er niet in. Hallo, dan mag je er niet in. Wat doe je tegen TikTok? Wat wil je vanavond eten? Ik heb echt zin in die spirit. Bitch. Wat is dit? Better work, goed. Bitch. Dit is weer goed dan. Wat is er? Boodschappen gedaan, want we hadden natuurlijk nog niet genoeg gekocht. Letterlijk elke dag boodschappen tijdens Ramadan. Ik denk dat we gewoon te veel tijd hebben. Hij gaf me nog letterlijk de schuld omdat hij zijn tas was vergeten. Waarom is mijn schuld als jij je tas vergeet? Jezus, die rennen zo mond. Zo'n platvoet. Hier dus spareribs. En deze komen dus van de Turk. Is gemaakt van kalfsvlees. En we gaan die zo maken. Net zijn ze nu de kruiden aan het halen. We willen het een beetje gezond houden. Dus geen frietjes of zo erbij, maar asperges. En dan deze rode bietensalade. Van de Jumbo. En deze koolsla ook van de Jumbo. En we maken er nog lekker mais bij. Deze doe ik in de airfryer. Hij is nu de sperrips aan het marineren. Oké, leg uit. Oké, dus ik heb de sperrips nu goed gekruist. En ik ga hem nu wikkelen in zilverpapier. En hij gaat zo de oven in voor 2,5 uur ongeveer op 125 graden. En daarna halen we hem eruit. Ja. En daarna doe je met barbecue saus, dus toch? Dan doe ik barbecue saus erop en dan moet hij nog een kwartier op 200 graden. Ja. Lekker hoor. En voor de barbecue saus gebruiken we dus deze. Deze vinden we echt heel lekker. Sweet and spicy. Eerst dit in de oven. Heb je de olijfolie erop gedaan? Ja. Guys, de sperrips komen nu uit de oven. We gaan het insmeren met barbecue saus. Oh, eindelijk. Is het gelukt? Is het gelukt nu? Wacht. Het is een heel spannend moment nu. Want ze mogen er zeg maar er eindelijk uit. Ja. Oh, ze zien er veel beter uit dan de vorige keer. Oh, ze zien er heel goed uit. Wat doen we nu? Guys, ons eten is klaar. We gaan lekker eten. En we kijken Friends. Kijk hoe lekker het eruit ziet. We hebben er rode bietensalade bij, koolsla en mais.